Gedachten en gevoelens herkennen als niet wie je werkelijk bent. Zolang je meent dat als je de gedachten hebt, bijvoorbeeld, en dat kan soms ontstaan door bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld je partner gaat dood of verdwijnt uit je leven, dan kun je gedachten krijgen als: he, van ik kan niet leven zonder die ander of mijn leven is niet meer zo waardevol. Of zelfs, ik heb een rot leven, want nu ben ik alleen. En dat, hè, en dat alleen zijn is toch wel, als je dan een paar jaar alleen bent, dat is toch wel echt een bewijs ook dat je dus echt geen aantrekkelijk mens bent. En niet bent om van te houden. Dat soort gedachten krijgen mensen die wat langer alleen zijn, bijvoorbeeld. En dat zijn behoorlijk beknellende gedachten. Je gelooft dat ze echt waar zijn. En het geloof dat ze echt waar zijn, levert dan ook die beknelling op die we als fysiek ervaren, als stress. Hè? De stress is de lichamelijke reactie op geloven dat dit soort pijnlijke gedachtes, dit soort zelf-assessments, ja, dat vaststellen van ik ben dus niet goed genoeg, en ik ben dus kennelijk ja, niet mooi genoeg of niet slim genoeg of wat dan ook, dat levert stress op, levert beknelling op, levert zeg maar, lijden op, hè, wat de boeddhisten dan lijden noemen, suffering. Dus tegelijkertijd dat... Leren zien dat die gedachten niet betrekking hebben op wie je werkelijk bent, maar alleen maar betrekking hebben op wat je in je jeugd doorgaans hebt leren denken dat je bent. Dus dat hele aangeleerde zelfbeeld, wat boeddhisten ego noemen, is een soort bron van beknelling.